weer een paar mensen voor wie een weekend steengrillen, een vrijuit fietsarrangement en een weekend asperges niet voldoende is. En die komen hier nu al voor de 10e keer bij elkaar. Op het luchtgekoelde weekend vond dit jaar in september plaats in Baarlo. En er zijn hier de hele dag evenementen. 8 verenigingen van luchtgekoelde auto's houden hier sprintwedstrijden, modderbakwedstrijden af. En je kan het zo gek niet bedenken of ze doen het wel. Ik ga even kijken. Een van de leukste attracties, volgens de mensen zelf, is het ronddraggen in een buggy. Veel zelfbouw en huisvlijt levert de meest uiteenlopende wagens op. Hier en daar zelfs watergekoeld. Lekker bakje koffie van Mama Lou. Kijk eens, Walter. Dankjewel, Huub. Hey Walter, hoe is dit nou begonnen, dat luchtgekoelde weekend? Nou, dat is 10 jaar geleden nu. Ja. Is dat begonnen met een aantal enthousiastelingen van de verschillende clubs, welke hebben gezegd, we kunnen ook wel eens samen een weekendje organiseren. En dat heb je toen gedaan? En dat is toen gedaan. En met hoeveel auto's was je toen? Ja, de eerste keer toen waren er, ik denk, een kleine 200 auto's. Ja. En dat is toch langzaam uitgegroeid nu naar een 10e jaar een kleine 3000 auto's. Nou, het is helemaal uit de klauw gelopen, kan ik wel zeggen. Ja, kun je wel stellen, ja. Zeg Walter, ik wil niet weten hoeveel mensen er zijn, maar doe ze schatting. Dan schat ik dat we ongeveer op een kleine 12.000 mensen uit zullen komen. Ja. En ze komen uit heel Europa, heb ik begrepen. Ik zag Noren, Engelsen, hoorde ik. Ja, inderdaad. Het is echt een Europees treffen. De alle landen van Europa zullen hier auto's aantreffen. En ze komen niet alleen uit heel veel verschillende landen. Er zijn er ook geen 2... of 3 hetzelfde. Vollständige Name dieses Autos? Das ist ein VW Schwimmwagen Typ 166. Aus welchem Baujahr? Baujahr 43, gebaut insgesamt 15.500. Ja. Jetzt ungefähr noch vorhanden 200. Ja. Theoretische Lebensdauer von diesem Fahrzeug ungefähr 6 Wochen. 6 Wochen? 6 Wochen. Im Kriegseinsatz nicht länger als 6 Wochen. Ja, wo gibt es das noch? Elk jaar wordt er tijdens WW Euro een gastclub uitgenodigd. En die eer viel dit jaar te beurt aan de Tatra Club. Deze Tsjechische mastodont is zo lelijk, dat die eigenlijk weer mooi is. Wat weet u van de geschiedenis van deze auto? Van deze wagen, dus dat hij voordat ik hem kocht, dus in 64 als regeringswagen in Duitsland verkocht. Mm-hmm. En na een paar jaar is hij bij de staatssecretaris terechtgekomen. In einde 70er jaren als taxi. En naderhand is hij dan particulier verkocht. Die is helemaal bijgehouden. Ja, en ja. In die tussentijd heeft hij 900.000 kilometer gelopen. 900.000 kilometer. Hij was natuurlijk tot op de draad versleten. Dat heet dan wel. En het absolute hoogtepunt van het weekend was de modderbak, die hier en daar een meter diep is. Misschien een leuk ideetje voor Jack van Gelder, ter land, ter zee en in de modderbak. Hoi! Rob, hou je goed vast, want ik wil niet dat je nat wordt. Nou, ik zal goed vastmaken. Rieden maar!
We gaan er even uit voor de reclame, maar blijf kijken, want straks hebben we nog de klapper van de week. Tot zo.